Hallo kijkers van Max, welkom bij deze net wat andere video. Max is een beetje ziekjes, dus daarom zijn Ido en ik en Bas hier met de Ultimate Ninja Action Stealthy Sniper Deluxe Edition Challenge! Hallo! Hoi Ido! Hallo! Wij gaan vandaag met alleen maar silenced weapons kills krijgen van zo dichtbij mogelijk. Dus als we iemand zien, proberen we gewoon op hem af te slijpen, totdat we hem gewoon van heel dichtbij een mooi kogeltje door zijn kopje kunnen jagen. Precies! En dat gaat dus wel heel vreselijk worden als we nu bijvoorbeeld een SCAR of een sniper of zo vinden. Want we mogen hem dus niet pakken. We mogen alleen de silenced weapons pakken. We kunnen dus de gouden silenced pistols krijgen. We kunnen de... Hoe heette die dingen? De silenced SMG's krijgen. Nou, dit is dus al geen silenced weapon, dus die kan ik niet pakken. Dat is al vreselijk. Nog geen silenced weapon, nog steeds niets. Dus we moeten het tot nu toe even doen met de pickaxe. Ik weet niet of jij al iets hebt, Jan-Bas? Nee. Oh jee, dit gaat nog wat worden ook. Shield potions en health items doen we wel gewoon, hè? Precies, dat mag je wel gebruiken, ja. Gewoon de consumables als het ware. Ja. En daar vallen bushes ook onder. Zijn ook stealth zelfs. Ja, precies. Nou, nog steeds gewoon niks. Mogen we granaten gebruiken, Jan-Bas? Het is niet echt stealth granaat. Nee, oké, dat is waar. Smokes en daarentegen, of... Ja, smokes dan weer wel inderdaad. Alleen, ik zit er een beetje mee dat ik niet zoveel kan doen. Ik heb heel veel mooie wapens gevonden, maar niet degene die ik bij me mag hebben. Dus doe je granaten, jullie gaan er ook uit. Heb jij dat metaal gebouwd bij de Red Barn ding? Nee, ik heb niks gebouwd. Oh, nou dan zitten hier mensen, Jan-Bas. Oké. Heb jij al een wapen, een silenced weapon? Nee. Oh jee, ik krijg gewoon niks. Ze gunnen het me niet vandaag, die silenced weapons, Jan-Bas. Nu we die challenge hebben, is het gewoon zo van, ja, nee, je krijgt ze niet. Dan maar even wat hout hakken, voor als ik straks beschoten word, hè. Dan dat maar. Zo, kijken. Waar kan je het nog vinden, überhaupt? Ik heb alle loot spots in retail al gehad. Daar lag niks. Retail? Of retail. Oh, nice, hè? Ik was in retail, ja. Ja, nee, dat klopt, ja, man. Hey, je mocht er niet vliegen met deze challenge, hè? Oh, ja. Even kijken. Is de paardenstal al geloot, ja? Weet ik niet. Ben ik niet geweest. Hij is open. Dan zijn er mensen hier. Maar ja, dat wisten we al. Ik zie een kist. Jongens, dit is mijn enige hoop vandaag. Deze kist. Give me a silenced weapon, please. Oké. En ik krijg een blauwe AR. Oh, ze gunnen het me wel vandaag. Dit is echt heel zonde. Heel zonde. We hebben gewoon geen wapens, Jan-Bas. We moeten het doen met de pickaxe tot nu toe. Ik heb ook smoke grenades. Dus. En smoke grenades. Kijk, dat is dan wel weer gunstig. En dan moeten we alsnog... Boogie bombs? Nee, die zijn niet silent. Boogie bombs, jawel. Daar kan je super gunstig gebruik van maken. Die mogen wel. Oké. Dat is echt heel gunstig zelfs. Want daar kunnen wij dus in principe iemand mee killen met de pickaxe. Als ze het slim aanpakken. Dat zeg. Als ze het echt slim genoeg aanpakken, dan kunnen wij iemand killen met de pickaxe. Maar ja. Nou, zodra je iemand raakt met je pickaxe, als hij een boogie bomb zit, dan stopt hij, hè, met dans. Oh. Dat huis zit de chest. Weet je, je krijgt altijd... Altijd shit loot. Je krijgt altijd van die stomme silenced SMG's. Maar nee hoor, als je ze nodig hebt, nee, dan krijg je ze niet. Ik heb ook al gewoon 3 medkits. Jezus. Ik heb bandages 15, ik heb een mini shield, ik heb nog een grote shield. Ik heb nog 10 bandages. Jee. Dit is echt mis. Een rocket launcher. Oh, wat is dit zuur ook gewoon. Zit hier ergens een ammo box? Ja, hier zit een ammo box. Kun je nog iets meenemen? Want hier ligt een shield potion en ik heb geen plek. I'm coming. Woe. Waar ben jij helemaal? Zo. Dat wordt een stukje lopen. Maar we zitten ook gewoon goed in de cirkel. Ja, dat wel. Dan straks maar even salty springs looten ofzo. We kunnen ook niemand killen, dus... Nee. Ja. Hier weer gewoon een blauwe burst. Oh, het is zo vreselijk dit. Ja! Jij hebt er één. Ja. Nice. Oké. Nu alleen ik nog. Wat heb je? Een witte SMG style. Oh, hier een paarse pistool. Nice. Wait, take it. Ik kom er zo aan. Ik neem even... Oké, wat is... Een kist.
The moment of truth. En we krijgen er natuurlijk Loopt iemand op 2,85? Ja, ik kom nu naar je toe. Even kijken. Wow, ik hoor schoten. Hier, ik hak dit wel open. Komt ie. Nee, deze maak je lekker sprayen. Ik heb hem nog niet, ja, Bas. Pak hem, ik kom er. Waar zit hij? Ik denk binnen in het huis nu. Oké. Stop. Twee keer git. Even mini shield te nemen. Ook aan de achterkant, of iemand niet? Iemand hier langs ons, twee mensen. Oké. Wacht even, oh, stop. Niet jezelf laten zien. Zijn er echt heel veel. Je bent gezien. Oh jee, kom, we gaan de kelder in. Kom, hier in het hoekje. Jan Bas. Oh, Jan Bas, help me. We hebben hem. Oké, dat is één. Dood. We hebben een kill. Oké. First kill. With the challenge. Moet je shield hebben? Iets? Ik neem even een... Hoe heet dat in? Een medkit. Iemand boven ons? Pas op. Ik hoor het, ik kan niet helpen nu. Laat ze even vechten, zou ik zeggen. Nee, heb de shotgun. No, Jan Bas, I'm coming. Hij is omdoek. Die, oh. No, Jan Bas, kom. Hij komt nu naar binnen. Hij zit nu binnen de trappenhuis. Is hij naar beneden of boven? Weet ik niet, daar heb ik niet kunnen zien. Oké. Holy shit. Hij is boven. Oh jee. Ik ben helemaal dood, Jan Bas. Doe dit. Doe het voor Narnia. Oh man. Wat? Ik heb er nog zoveel. So close. Oké, nou Jan Bas, we kunnen de missie niet opgeven. We gaan vandaag echt ergens Silence Pistols vinden. En ik denk ook echt weer dat het in Salty Springs gaat zijn. I'm sure, er ligt een medkit daar. En een goed wapen. Maar hey, die mogen we niet meenemen. Moesten ze zelfs nou gewoon twee silenced weapons vinden en... Oh, kut, er loopt iemand SE. En hij heeft ons gezien, dus we moeten... Moeten aanmaken. Hij schiet op ons, of hij richt op ons. Hij heeft denk ik een sniper, want hij ging crouchen. Ja, weer een shotgun. Zo, die doet er best dichtbij. Volgens mij ga je dadelijk dood. Oh jee. Ja, hij is echt dichtbij. Mooi. Ik heb een suppressed wapen, finally. Oké, waar is die oetlul? Nee. Hij zit nog steeds daar, ik ga hem niet killen. Dan ga ik hem lekker laten daar. Ik heb dus een suppressed SMG. Na 7 potjes verder te zijn met Jan Bas. Eindelijk weer een suppressed wapen gevonden. Hier, nog één Jan Bas, ik neem hem voor je mee. Maar hij is al echt in de buurt, want hij schoot net op mij. Oké. Ik weet nog niet waar. Hier, kom hierheen. Oh, timing! Holy shit, dat was echt perfect. Alsjeblieft. Thanks. You ready? Even afleiding van over rechts. Zo, en dan kunnen we nu via deze kant. Want ik heb smokes aan de andere kant. Hij zit erboven! Achterboom! Ik kan hem niet hitten vanaf hier. Zijn teammate is er ook. Ik heb hem één keer of twee keer gehit. Heel ziek Jan Bas. Heel ziek. Yeah. Ja, we hebben iets aan deze loot, Jan Bas. Nou, ik pak die medkit dan toch maar even, hè.
Oké. Wil je nog een mini-shield gooien? Ja, graag. Werd hier gebouwd volgens mij. Zitten mensen in mijn huis? Kom, snel. Zeker? Ja, hij komt nu naar buiten. Oh! Ik sprong voor me langs. Holy shit, oké. We hebben er weer een. Nice, nice. Ik hoor zijn teammate. Naar binnen is... Oh, ja, ja, ja. Hij zit hier, hij zit hier, hij zit hier. In deze kamer zit hij. Hij zit er niet meer hoor. Jawel, hij zit achter de deur. Wacht, Emerin, vanaf de trap. Ja. Oh, wacht, ja. Nu. Oh, hij heeft de shotgun. Ik had hem. Nice. Oké, heeft hij nog een suppressed weapon? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb wel ammo nodig. Ik weet niet of jij... Ja, ik heb nog 90. Oké, nice. Kom eens. Nou ja, hier, waar staat die? Hier, kom eens. Hier binnen. Ik heb de helft gedropt. Oeh, ik heb bandages. Nice. Nou, appel redelijk. Precies. We hebben al een kills van dichtbij, dus... Ja, dat ook nog eens. Ik heb er niet eens op gelet, weet je dat? Oh, hier ligt een paarse scar. Oh, dat is zo genaaid. Mm. Ja, ik zag hem net ook. Zo genaaid. Oh, we mogen hem gewoon niet pakken. We moeten ons aan de challenge houden, aan ons woord. Oké, we moeten een stukje lopen. We moeten richting Ritoro gaan, want daar is de volgende cirkel. Dan check ik nog even snel dit huis voor enigszins misschien wat extra ammo of zo, want hè, dat is dan misschien toch wel gunstig. Even kijken. Of misschien zelfs nog een suppressed weapon. Hè, you never know. You never know. Ik heb trouwens een slurp juice voor je. Oeh, nice, nice. Oh, ik zei de naam gewoon goed. Wow. Een keer. First try, Bas. I'm proud. Yee. Een ammo box, kijk eens aan. En ik krijg er geen little shit uit. Dankjewel. Moet oh, je was mijn nieuwe dansje. Nee, we moeten gaan. Oh, shit, hier is geen deur. De cirkel. Of nou, we hebben zo'n cirkel. Oh ja, dat is zeker waar. Maar alsnog, de cirkel. Oh, twee mensen ja, op... op het dak, één. Ja. Zie je hem ook? Hier zit de kist, zo te zien. Kom, we gaan erheen. Eerst even deze kist looten. De sniper. Het staat in de naam. Nee. Ik ben stil. Ze hebben mij nog niet gezien. Bouwen achter zich. Klop ze af. Ja, ik ga mee. Ja, kut man. Ze hebben een trap geplaatst. Ik zit buiten nog, kwam niet binnen. Ik heb hulp nodig. Waar? Hiddo, where are you? Ja, ik zit te zoeken waar jij... Oh man, het was veel te druk. Ik heb zo'n facepalm nu. Waar was je? Ik stond daar, we liepen erop af, je bent weg. En ik wilde daar erop springen, maar ik sprong mis. Ik sprong ertussenin, er zat geen grond meer, dat was weg. Oké. Rip. Nou, in ieder geval gewoon, ik heb 4 kills. Ik weet niet hoeveel jij er had. Nice. We zijn 70 geworden. Precies. Ik vind nog... Het is een hele lastige challenge in ieder geval. Ik hoop in ieder geval dat jullie kijkers van Max hebben genoten van deze video.